Ik heb geen idee wat ik ga zeggen. Maar ik weet wat de mensen van mij verwachten. Daar ga ik niet over nadenken. Dat doen we gewoon. Ja, en voor de rest laat ik alles los. Totdat ik op het podium sta. Passie voor je werk. Voldoening halen uit je werk. De heer Pieter Freijters is van mindtuning. En hij houdt zich al heel lang bezig met het verbeteren van kwaliteit van leven en mondelinge communicatie. De heer Pieter Freijters. Dankjewel, Kei. Ja. Goedemiddag allemaal. Laat ik even beginnen met te zeggen dat ik wel heel veel respect heb voor jullie werk, want ik vind het geweldig. Je redt levens, je verlengt levens en het is niet niks. En ik kan me zo voorstellen, als je dan op een bus aan het werk bent, dat iemand dan ineens tegen je zegt, vind je het wel leuk? Maar dat is vreselijk. Of nog erger, doe je dit werk al lang? Laat ik even iets vertellen over mezelf. Want het lijkt dan alsof je lopende bandwerk doet. Maar in feite, als je het goed analyseert, is al het werk wat je doet, is lopende bandwerk. Als ik nou naar mezelf kijk. Ik heb een Waddinxveener praktijk, mindtuning. En daar komen uit het hele land en verder buiten komen mensen met allerlei fobieën, onzekerheden, stress, burn-out klachten. En ik heb ooit een methodiek ontwikkeld om mensen daar in een mum van tijd vanaf te helpen. En gelukkig lukt dat ook vaak. Maar dit werk doe ik al meer dan 20 jaar. En als iemand nou aan mij vraagt, van Pieter, hoe lang doe je dit al? Dan zeg ik ja, 23 jaar. 23 jaar? Maar ik ben trots op mijn werk. Ik ga iedere dag met plezier naar het werk, omdat ik iedere dag een doel heb. En mijn doel is om zoveel mogelijk mensen meer levenskwaliteit te geven. Daarnaast doe ik nog wat anders. Met Spreek.nl zijn we al jaren marktleider op het gebied van presentatietrainingen, dus we geven ook training in. Ik word blij omdat ik weet dat het eindresultaat van die dag is, dat mensen makkelijk voor een groep staan, dat ze zich lekker op hun gemak voelen en kunnen vertellen wat ze graag willen zeggen. Dus het draait om het einddoel. En als ik een keer mijn dag niet heb, en soms overkomt me dat, dan, of ik heb heel slecht geslapen en ik sta 's ochtends op, dan kan ik op twee manieren opstaan. Ik kan opstaan en mezelf afvragen van, oh tjonge, jonge, jonge, de hele dag nog en al dat geneuzel de hele dag. Verbied je dit, verbied je dat, spreekangst, zus, spreek. Ach tjonge, jonge, jonge. Of ik kan opstaan en ik kan wat sneller uit mijn bed springen. Ik kan me wat sneller gaan aankleden. Ik kan wat sneller gaan bewegen. En ik kan ook wat sneller naar mijn werk gaan. Als ik dan op mijn werk kom, dan ben ik weer helemaal fit. Dan ben ik weer helemaal opgeladen en dan heb ik er weer zin in. Ik zal een prachtig voorbeeld geven van waarnemen. Er zijn mensen, en dat geldt ook voor veel van jullie, die willen graag iemand een kopje koffie brengen. En die mensen die hebben dan een heel vreemd doel. En dat doel heet, ik wil niet knoeien. En dat ziet er zo uit. En het is de allerbeste manier om met een voetbad aan te komen. Maar een waarnemer, een ober op een druk terras, die kijkt rond en die kan gelijktijdig een bestelling opnemen. Het leven gaat door. En dat is weer waarnemen. En dan zijn er mensen die willen graag een kopje koffie drinken. En ga er maar eens op letten, want heel veel mensen doen dat zo. Dan lijkt het wel of ze bang zijn dat het kopje mond niet bereikt. Dat ziet er zo uit. Gaat lukken? Volgens mij wel. Hebben, maar nu. Gelukt. Laat ik even eerlijk zijn. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo koffie drinkt. Het gaat dus altijd goed. En dat is waar het om draait. Dat is waarnemen. Dingen gaan vanzelf. Maar het gaat niet meer vanzelf wanneer je focust. En ik zou willen dat je meer uit focus gaat.
meer waarneemt. Daar gaan we eens even mee beginnen, want jullie ontmoeten mensen. En ik kan me zo voorstellen dat je die mensen een hand geeft. We gaan even met z'n allen een klein oefeningetje doen. Een klein oefeningetje doen en waarnemen. Normaal gesproken zou ik naar beneden lopen. Het is een beetje gevaarlijk hier. Iedereen de hand geven. Dat hoef ik nu niet. Maar we gaan elkaar dadelijk allemaal... We gaan dadelijk even 4 mensen uitzoeken. En die geven een hand. Dan stellen we ons gewoon aan die 4 mensen voor. Maar let op. We kijken dan niet meer naar de hand. Want dat doen we bijna altijd. Maar we kijken gewoon naar het gezicht. De meeste mensen die elkaar een hand geven, die lijken bang te zijn dat ze die hand missen. Dat is, oh ja, dat ziet er zo uit. Hè? Ik zie hem, volgens mij lukt het. Ja, gelukt. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen elkaar zo een hand geven. Het gaat zo makkelijk. 4 mensen, allemaal 4 mensen, stel je eventjes voor. Kijk nooit meer naar de hand, kijk gewoon naar het gezicht. Doe maar, ga je gang. 4 mensen. Ja. Dan kom ik meteen bij het volgende onderwerp. Omdat we iedere dag met mensen te maken hebben, wat we allemaal ooit geleerd hebben. Dat is dat we beleefd zijn wanneer we de ander recht in de ogen kijken. We hebben ook ooit allemaal geleerd dat we eerlijk zijn wanneer we de ander recht in de ogen kijken. Kijk, ik kan je verzekeren, met eerlijkheid heeft het niets te maken. Zodra iemand jou wil bedonderen, kijkt hij je altijd recht in de ogen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die je recht in de ogen kijkt, jou ook aan het bedonderen is. Want het is aangeleerd onnatuurlijk gedrag. Maar het mag er wat mij betreft uit. Het in de ogen kijken mensen is onnatuurlijk gedrag. Als we morgen een nieuwe auto willen kopen, ben ik ervan overtuigd dat er niemand van jullie de hele tijd de auto in de koplampen blijft kijken. Klopt, hè? We kijken dus naar de hele auto, zo is het ook met mensen. En dan is er nog iets. Heel veel mensen, die moeten zoveel. Ik was nog niet zo lang geleden bij een goede vriendin. En die zei tegen me van, Pieter, ik moet toch nog koken voor de kinderen. Eet gezellig een hapje mee. En toen zei ik, voor geen prijs. En ze kijkt me aan en ze zegt, maar wat is dat nou? Ik zeg, meid, als jij moet koken voor de kinderen, dan smaakt mij het eten niet. Ik proef dat. Ik hou van goed en van lekker eten. Ik proef het. Als iemand moet koken. En dan zijn er mensen. En dan zijn er mensen die gaan boodschappen doen. Ze bedoelen dus dat ze naar Albert Heijn toe gaan. En die zeggen dan, ik moet nog boodschappen doen. Maar dat is erg. Ze bedoelen, ik stap dadelijk in mijn SUV. Ik rij naar de supermarkt. Ik hoef geen koe te melken. Ik hoef geen kaas te maken. Ik hoef geen groente uit de grond te trekken. Maar ik kan alles gewoon in zo'n kar laden. Zo. Alles wat je ziet, gewoon in die kar. En dan komen ze bij een kassa. En dan komt de allergrootste moeilijkheid. En het is 4 cijfers van buiten leren.
een kaartje ergens instoppen, 4 cijfers intikken en je kunt de boodschappen meenemen. En er zijn mensen die zeggen, ik moet boodschappen doen. Maar we realiseren niet eens wat voor een rijkdom dat is. We moeten niks. We mogen boodschappen doen. Ja, zegt iemand, ja, maar ik moet wel mijn kinderen uit school halen. Nee, je mag je kinderen uit school halen. Ja, maar ik moet naar het werk. Nee, je mag naar het werk. En nog even iets. Dus doe jezelf en jullie patiënten een groot plezier. Zeg niet tegen iemand, u moet zich daar uitkleden. Dat brengt iets teweeg. Wij kunnen niet meer tegen het woordje moeten. En hier zijn veel dames, meer dames dan mannen zie ik. En ik kan me zo voorstellen, als jullie vanavond thuiskomen, je hebt thuis een man. En je zegt tegen die man, je moet straks mijn schoenen poetsen. Dan gaat het niet gebeuren. Maar andersom werkt het ook niet. Als jullie mannen tegen jullie zeggen, je moet nu gaan koken, gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. We zijn allemaal allergisch voor moeten. Dus ook jullie patiënten zijn er allergisch voor. U mag. Wees voorzichtig met het woord moeten. Ja. Maar ik heb nog een paar boeken geschreven. En ook nog een paar goede boeken, al zeg ik het zelf. Eén heet Van fobie naar vrijheid. En dit is alweer de 21ste druk, maar we hebben intussen al een 23ste druk. Dus het is een bestseller. En ja. En als je dit boek leest, dan word je blij van. Ik had laatst iemand, en die had helemaal geen fobie of geen onzekerheidsklachten of zo. En die zei tegen me van, Pieter, ik heb een boek gelezen. Iedere Nederlander zou verplicht moeten zijn om dit boek te lezen. Ik ben het helemaal met hem eens. Dit boek, bol.com. Maar we hebben een opvolger. En dat is Meester over je gedachten. Het suggereert alsof er meesterschap is over denken. Er is geen meesterschap over denken. Maar het vertelt je hoe dat je je gedachten sturing kunt geven. Daar gaat het boek over. Ja. En het laatste wat ik even wil besluiten, dat is, ik vind altijd dat je zelf de belangrijkste persoon in je leven bent. En wat ik daarmee bedoel, dat is dat je aardig mag zijn naar jezelf. Oké, ik vraag het nu aan jullie. Wie is de belangrijkste in jullie leven? Ik. Wie? Ik. Ontzettend bedankt voor jullie aandacht en heel veel succes. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Ik weet niet of er nog vragen zijn, of je nog durft. Maar zijn er nog vragen? Ik denk het niet, hè? Nee, ja. Je was overduidelijk, Pieter. Ja, dankjewel. Iedereen die gaat heel vrolijk naar zijn werk. Oké. Okay. Okay, hey, dankjewel, Pieter. Ja, dank.